train on goal for once. Wat is dit? Ja, is daarin wordt je stap gemaakt zo. Hier mogen we weten. Aanpakken. Ja, pak maar in mij, ja. We hebben een kleine storing. Oh nee. Ja. Oh. Wat is er mis? Hij draait niet. Hij wil niet. Hij gaat niet verpulperen. Zit er nooit vast dat er wat in zit? Ik heb wel een gegeven moment. Ja, dat klopt wel, maar dan moet ik zijn draaien. Oh. Wat, Dirk? Ja, ik heb dorst. Die buizen, ja. Snap ik. Die buizen zitten allemaal vol met appels. Er zit een vieseltje zitten, dus die moet allemaal overbrengen. Wij doen het! Dit duurt zo? Ja, zo ver koud. Oké. Maar een beetje stress, hè? Ja, weet je, je hebt allemaal afspraken hier. Ja. Dus het is heel vervelend als je het niet doet, want dan loop je ten eerste uit. Ja. Of, nou ja, als je die merken die je klanten niet kan bedienen, is dat gewoon heel erg vervelend. Een prachtig initiatief dat je naar de mensen toe gaat. Ja, zeker weten. We gaan op 12, 13 plekken in de provincie, van september tot eind oktober. Dan staan wij in de, zeg maar, in de hele provincie Groningen. En dan kunnen mensen naar ons toe komen met hun appels in peren om tot sap te laten persen. Ook leuk voor kinderen. Heel erg leuk. Ja, zeker weten. Dat kan niet missen. Ja, dat ze zien wat vandaag. Absoluut. En dan even onder het kraantje. Even een beetje proeven. Oh, hier zeg maar. Ja. Net als bij de boer met melk. Ja. Ga je toe nou straks met een aanhanger vol sap binnen de hoes? Ja. Echt goed hoor. En die gaan naar de familie. Ik heb een grote familie en die zeggen ieder jaar, waar blijft de appelsap? Dus deel ze straks gewoon uit. En jullie hebben echt een fruitboom gehad, zeg. Ja. En hoeveel boom hebben jullie? Want je hebt een aanhanger vol appels. Al gauw een stuk of 15. Ja. We hebben een oude boerderij gekocht in Finsterwolde. En er was een boomgaard bij. En vandaar. En gewoon de hele familie zijn maar in het westen, maar daar komt toen een beetje voor. Ik kom uit het zuiden. Het zuiden? Brabant. Oké. En de hele familie woont er nog. Ja. En die gaan we gewoon sap brengen. Hoe lang woont er al? 20 jaar, 2002. Het is dan wat je gewoon verwoord, hè? Nee, dat kan ik niet. Maar jij bent ooit bij ons geweest. Toen kwam je eigenlijk bekend voor. Toen waren een mooie boom. Was toen die kerel met die boom. Ja, dan word ik het weer. 15 jaar geleden kwamen we hier wonen en toen was het dit gaatje. Ja. En wij die kabouterring zet. En dit is in de loop der tijd bijgekomen. Maar het is 15 jaar. Maar hij gaat niet weg, want ik vind hem te mooi dus. Toen wij hier kwamen wonen, toen zei mevrouw, hoe lang gaan we erover doen? En toen zei ik, 10 jaar. En zei ze, wil je dat tekenen? En ik heb een contractje getekend. Met die vrouw? Met mevrouw, dat dit in 10 jaar klaar zou zijn. Ja. Maar dat heb ik niet gehaald. Het is 15 geworden. En het mooie is dan word je na 20 jaar, zeggen ze ineens, je bent een, hoe heet het ook alweer? Natouwers. Nee, de overheid die noemt dat een speciaal pand. Een karakteristiek pand. Eerst dacht ik, 20 jaar later, had wel eens eerder kunnen komen. Even de functie. Ik zie er aan de voorkant een soort vijzeltje. Ja. En dan gaat die appeltjes toch omhoog. Ja, en dan zitten daarboven zitten messen. En dan gaat hij door de pers heen. Ja. En dan valt daar het sap uit. Dat is het appelsap. Dan gaat het door één keer door een filter heen. En dan gaat het door de pasteur heen. Die hebben we op 78 tot 82 graden staan. Het wordt gepasteuriseerd? Ja, het wordt gepasteuriseerd. En dan maken wij ze in 3 liter zakken. Ik heb nog een ander initiatief ontdekt. Het is namelijk zo, zeg maar hier stof en dik in de regen. Ja. Ja. Maar door bij de rokje door, dan kunnen mensen, ik ben allemaal appelboompjes. En dan kunnen mensen zoveel appeltjes inleven. Au. En dan krijgen ze sap terug. Dat is nog makkelijker. Dat is ons veel beter, ja. Ja. Ik heb een hol helemaal vol, hè. Emmertje geplukt? Kijk maar, nou een puber vol. Nou, kijk maar, kritisch kijken, hoor. Hartstikke goed. Tevreden? Ja. Gaan we wel met die boom? Die boom zijn van de bewoners samen. We hebben samen een vereniging, boomgaardvereniging. Ja. En wij hebben hier die 200 bomen aangeplant. Ja? Hier heb je alle dingen die we geplant hebben. Van alle fruitensoorten. Ja. Of misschien ook nog andere dingen. Ja. Ja. Mm-hmm. Kijk, als je misschien heel erg inzoomt, kun je allemaal dingen zien. Moet ik even inzoomen? Ja. Oh, ja. Oh. Heel lekker warm. Alsjeblieft. Warm? Oh, ja. Die is net gepasteuriseerd. Ja, die is net geperst. Ja. Het is net of zo hoe de koe komt. Ja. Oh, mooi, ja. En het is heel lang houdbaar, hè? Twee jaar. Heb ik al? Ja. Dan wist de lode wat mee een boer.
Weet ik niet. Presentator met Joost Journaal. Of niet? Oh ja, dat is misschien ook nog wel. Dat is beter. Ja, misschien is dat beter.